Dames en heren, namens de staat van Stassen heet ik u van harte welkom bij de ingelaste persconferentie. Ik geef graag het woord aan online content specialist Tim Dame. Ja, goeiedag. Mijn naam is Tim Dame, online content specialist. Ik zal het kort houden. De staat van Stassen opereert op dit moment op zeer succesvolle wijze op diverse mediaplatforms, zowel lineair als digitaal. En dat succes heeft vooral te maken met het ijzersterke format van dit programma. Betekent dat wij gaan uitbreiden. Wij zijn klaar voor groei en innovatie. Dat betekent dat wij vanaf vandaag naast Facebook en Twitter ook Instagram zullen gaan annexeren. Stap 1 was natuurlijk dat Stefan Stassen een blauw vinkje zou krijgen. Nou, dat is gelukt. En dat betekent ook dat hij vanaf vandaag een stap verder zal gaan. Een flinke stap verder. Stefan gaat vanaf vandaag zijn leven op alle mogelijke manieren met ons delen. Hij gaat daarin verder waar anderen ophouden en grenzen zullen worden verlegd. Daar kunt u gemakshalve van uitgaan. U moet denken aan zeer openhartige foto's uit zijn privéleven. Hij zal een meer humoristische kant tonen. Denk aan cabaret. Op een visueel zeer hoog niveau. Hij zal regelmatig voordragen uit eigen licht erotisch werk. Dus dat wordt fantastisch. Dan is nu het moment om bekend te maken wat het adres gaat worden waar Stefan Stassen zich vanaf nu 24/7 zal gaan prikkelen en uitdagen. Dat is @StefanStassen. Ik herhaal. @StefanStassen. Mijn naam is Tim Dame, online content specialist. Dank u wel. Dank u wel voor uw aanwezigheid bij deze ingelaste persconferentie. Wij beantwoorden op dit moment geen vragen, maar u kunt wel dit doen via de privé DM van @StefanStassen. Dank u wel.